Hi, welkom bij White Goblin Games. Ik ben Martijn en dit is De verdwenen ruïnes van Arnak. Het spel waarbij jij als archeoloog door de jungle gaat, de expeditie leidt naar die ene tempel vol met schatten. Die ene tempel vol met schatten, daarvoor moet je opgravingen doen, je moet nieuwe locaties ontdekken waar wachters zich bevinden. Misschien krijg je wel angstige gevoelens erbij en uh, moet je die weten te overkomen. In het spel zitten resource management, deck building, worker placement, al met al prachtig geïllustreerd en in elkaar samengevoegd. Het spel is voor 1 tot 4 spelers, geschikt vanaf 12 jaar en duurt ongeveer een half uur per speler. Laten we eens kijken hoe dit gespeeld wordt. We beginnen even met het klaarleggen van het spel. Leg het grote speelbord midden op tafel met de vogeltempel naar boven en leg het kleinere voorraadbord onderaan tegen het speelbord. Kies een kleur en neem het spelersbord met de tenten in die kleur en leg het voor je. Leg het geld, de kompassen, de tabletten, pijlpunten en robijnen op een betreffende plek op het voorraadsbord. Schud nu de niveau 1 locatietegels en leg deze gedekt op het voorraadbord neer. Doe hetzelfde met de bewakertegels en de niveau 2 locatietegels. Schud de assistenttegels en leg deze in drie gelijke stapels met een zilveren zijde zichtbaar op het voorraadbord neer. Leg de tempeltegels in de tempel, met in iedere stapel net zoveel tegels als dat er spelers zijn. De waarde 2 vormen de onderste rij, de waarde 6 daarboven en de waarde 11 leg je bovenaan in de tempel. Leg de onderzoeksbonustegels gedekt op de afgebeelde plekken op het onderzoekspoor neer. Let er daarbij op dat bij sommige velden een getal staat afgebeeld. Leg daar alleen een tegel op als je met zoveel spelers of meer bent. En leg nu op het bovenste niveau van het onderzoekspoor een stapel met zoveel gedekte tegels als dat er spelers zijn. Draai nu al deze tegels open, behalve de stapel op het hoogste niveau. Leg de afgotsbeelden gedekt op de locaties neer. Eén op de niveau 1 locaties en twee op de niveau 2 locaties. Draai nu per locatie één afgotsbeeld open. Neem nu de blokkeertegels als je met minder dan vier spelers speelt. Met drie spelers neem je drie willekeurige blokkeertegels en met twee spelers neem je ze allemaal. Leg deze op de dubbele wandelvelden van de overeenkomstige kampacties. Leg nu de maanstaf onder de Romeinse 1 neer bovenaan het bord. Schud de artefactkaarten. Deze zijn te herkennen aan de blauwe voorkant en de vaas rechtsboven in de hoek. Leg deze als gedekte stapel linksboven in de hoek van het bord en draai de bovenste kaart open om de eerste van de katerij te vormen. Schud nu de voorwerpenkaarten die te herkennen zijn naar de troffel rechtsboven in de hoek en leg deze als gedekte stapel rechtsboven op het speelbord. Vul nu de rest van de kaartenrij aan vanuit de voorwerpenstapel. Leg ook de angstkaarten als een open stapel bovenaan op het speelbord. Iedere speler neemt nu de vier spelerskaarten in zijn of haar kleur en schud die samen met twee angstkaarten om een gedekte stapel op het spelersbord te vormen. Zet ook je twee archeologen op een tent op je spelersbord. Plaats vervolgens je logboek en vergrootglas onder het onderzoekspoor. Neem nu de bovenste vijf kaarten van je trekstapel in je hand. De avonturier die het laatst naar een nieuwe plek is gereisd, wordt de startspeler en die krijgt de startspeler token. Geef nu de startspeler twee munten, diegene daar links van een munt en een kompas, de volgende speler twee munten en een kompas en de vierde speler één munt en twee kompassen. In je beurt voer je één hoofdactie uit en daarnaast mag je zoveel vrije acties uitvoeren als je wilt. Maar laten we eerst eens even kijken naar de hoofdacties. Er zijn acht verschillende hoofdacties en ik ga ze één voor één doorlopen, dus laten we beginnen bij een opgraving doen. Dit is een van de manieren om naar nieuwe grondstoffen te komen. Om een opgraving te doen speel je kaarten uit je hand met de reissymbolen die bij de locatie staan afgebeeld. Zet vervolgens een van je ongebruikte archeologen op het gekozen veld om het effect te mogen uitvoeren. Je kan in plaats van een reissymbool spelen ook een piloot inhuren en daarmee een vliegtuigsymbool vervullen. Vliegtuigen kunnen ingezet worden als boten of jeeps en zij kunnen weer ingezet worden als wandelsymbolen. Let op, je kan dus geen bootsymbool gebruiken waar een jeep gevraagd wordt of andersom. Je team wil ook verder de jungle intrekken. Dit kan je doen door nieuwe locaties te ontdekken. Hiermee creëer je mogelijkheden om opgravingen te doen en krijg je de zeer gewilde afgodsbeelden. Maar let op! Er houden zich bewakers in de jungle schuil, dus zorg ervoor dat je goed voorbereid op pad gaat. Om een nieuwe locatie te ontdekken, spendeer je ook de juiste reissymbolen en vervolgens het aantal kompassen dat bij het niveau van de locatie hoort. Bij niveau 1 is dat 3 kompassen en bij niveau 2 6 kompassen. Plaats er vervolgens een van je vrije archeologen en neem het afgodsbeeld om het effect direct uit te voeren. Leg het vervolgens op je spelersbord. Elk afgodsbeeld is aan het einde van het spel nog 3 punten waard. Neem nu de locatietegel van de stapel met dat niveau en leg hem op de locatie neer. Je mag nu direct het afgebeelde effect uitvoeren. Nu ontwaakt de bewaker. Neem de bovenste bewaker van de stapel en leg deze open op de locatietegel. Deze bewakers zijn gevreesd en daarom moet je aan het eind van de ronde een extra angstkaart pakken. Dit kan je alleen voorkomen als je voor die tijd de bewaker overwint. Deze locatie is nu ontdekt. En net zoals andere locaties kan daar vanaf nu een opgraving gedaan worden. Let op, als het een niveau 2 locatie is die je ontdekte, voer je enkel het effect van de open afgrondsbeeld uit, maar je mag ze wel beide op je spelersport dekken. Locaties met jouw archeologen waarbij een bewaker aanwezig is, hebben negatieve effecten. Gelukkig kun je je hoofdactie gebruiken om deze bewaker te overwinnen en naar je toe te halen. Kies een locatie waar een bewaker aanwezig is en een van jouw archeologen. Om deze bewaker te overwinnen moet je de kosten betalen die erop afgebeeld staan. De overwonnen bewaker mag je in je speelgebied leggen. Deze is in te zetten voor een vrije actie en is aan het einde van het spel 5 punten waard. Om je dek te verbeteren en meer uit je toekomstige beurten te kunnen halen kan je ook nieuwe voorwerpen kopen zodat je deze in de volgende rondes tegen zal komen. Kies een voorwerp uit de kaarterij en betaal het aantal munten dat op de kaart is afgebeeld. Deze hebben gunstige effecten en in de hoek zie je hoeveel punten ze aan het eind van het spel waard zijn. Leg de kaart nu onder op je trekstapel en vul de rij weer aan door eerst alle kaarten door te schuiven en vervolgens de nieuwe kaart op de lege plek neer te leggen vanuit de voorwerpenstapel. Als hoofdactie kan je ook een artefact kopen. Deze leveren zelfs een direct voordeel op. Deze betaal je met kompasfiches en ook zij zijn aan het eind van het spel de afgebeelde punten waard. In tegenstelling tot de voorwerpen leg je deze niet onder op je stapel, maar in je speelgebied, zodat je direct het effect kan uitvoeren. Na het kopen van deze kaart schuif je de rij ook direct aan tot aan de maanstaf en vul je hem weer aan vanuit de artefactenstapel. Op sommige kaarten staat een actie beschreven. Het spelen van een kaart kan je ook als hoofdactie uitvoeren. Leg een kaart uit je hand in je speelgebied en voer het afgebeelde effect uit. Als het een artefactkaart is die je wilt spelen, moet je eerst een tablet betalen om het effect te mogen uitvoeren. In dit spel zijn we natuurlijk op zoek naar de verdwenen ruïnes van Arnak. Daarom kan je je hoofdactie besteden aan het doorlopen van het onderzoekspoor. Je hebt twee speelstenen op dit spoor. Je vergrootglas, die staat symbool voor het onderzoek, en je logboek, waarin je schrijft over je vondsten. Om onderzoek uit te voeren, kies je een plek op het volgende niveau op het onderzoekspoor, aangrenzend aan één van jouw stenen. En betaal je vervolgens de grondstoffen die benodigd zijn om naar die plek toe te gaan. Voer nu het effect uit dat naast het onderzoekspoor staat bij het icoon dat overeenkomt met je speelsteen. En als er een bonustegel op het onderzoekspoor ligt, mag je dat effect ook direct uitvoeren en verwijder je de tegel uit het spel. Je logboek mag tot op hetzelfde niveau komen als je vergrootglas, maar mag er niet voorbij. Je kan immers niet schrijven over iets wat je nog niet onderzocht hebt. Als je logboek dit icoon passeert, mag je een van de bovenste drie assistenten pakken en op je spelersbord leggen. Op de assistent staat afgebeeld welk effect deze heeft en in het klein daaronder welk effect er op de achterkant van de assistent afgebeeld staat. Als je logboek dit icoon passeert, dan mag je een van je assistenten naar de betere achterzijde draaien en weer rechtop leggen. Wanneer je vergrootglas bovenaan het onderzoekspoort terechtkomt, dan heb je de verloren tempel ontdekt. Leg hem op de meest linkse vrije plek en neem de stapel bonustegels. Bekijk ze en neem een van deze tegels om het effect direct uit te voeren. Leg de rest weer gedekt terug op de stapel. Je vergrootglas kan nu niet verder stijgen, maar je kan nog wel onderzoek doen naar de tempel. In een volgend onderzoek kan je een tempelfiesje van 2 punten pakken door de kosten die eronder staan afgebeeld te betalen. Je kan ook een fiesje van 6 punten pakken door de gecombineerde kosten te betalen, of een viesje van 11 punten door al deze kosten te betalen. Mocht je in deze beurt geen andere hoofdactie kunnen of willen doen, dan is het tijd om te passen. Naast die ene hoofdactie kun je zoveel vrije acties uitvoeren als je wilt. Vrije acties kunnen voor, tijdens of na die ene hoofdactie uitgevoerd worden en zijn te herkennen aan het bliksemschichtsymbool. Deze kan je vinden op kaarten, assistenten, op je spelersbord en op de gunsten van de bewakers die je overwonnen hebt. Assistenten kunnen één keer per ronde geactiveerd worden. Daarna zijn ze uitgeput. Om dat aan te geven draaien ze een kwartslag. Om een vrije actie op een kaart uit te voeren, speel je die vanuit je hand en leg je die in je speelgebied. Je mag ook een van je afgodsbeelden op een vrije plek op je spelersbord leggen, om een van de vijf ernaast afgebeelde acties uit te voeren. Maar je dekt hier wel punten voor het eind van het spel mee af. Een gunst van een bewaker is ook een vrije actie. Deze kan je maar één keer gebruiken. In dit voorbeeld mag je een kaart vernietigen. Kies er dan een uit je hand of uit je speelgebied. Draai daarna de bewaker om. Als iedereen heeft gepast, dan is de ronde voorbij en wordt de volgende ronde voorbereid. Pas de kaartenrij nu als volgt aan: vernietig de twee kaarten die naast de maanstaf liggen, verplaats de maanstaf naar rechts om aan te geven dat de volgende ronde start, en vul de kaartenrij aan door de artefacten door te schuiven en aan nieuwe bij te leggen vanuit de trekstapel. Kijk nu of er nog archeologen bij bewakers staan en geef die spelers een angstkaart in hun speelgebied. Daarna neemt iedere speler de archeologen en zet deze weer terug in hun tenten. Neem nu alle kaarten uit je speelgebied en schud deze. Leg deze vervolgens onder je trekstapel. Let op, de kaarten die dus al in je trekstapel lagen, komen dus bovenop de kaarten uit je speelgebied. Fris je assistenten op door ze weer rechtop te leggen en neem vijf kaarten van je trekstapel. Geef tenslotte de startspeler tegel door naar links. Na ronde 5 als iedereen gepast heeft, eindigt het spel. Elke speler die nog een archeoloog heeft staan op een locatie bij een bewaker krijgt nog een angstkaart en daarna pakken we het scoreblok erbij. Noteer hier de punten voor je vergrootglas en je logboek, je bemachtigde tempelfiesjes, 3 punten per afgrondsbeeld en daarbij de niet afgedekte punten op je spelersbord en 5 punten voor elke overwonnen bewaker. Bekijk nu alle kaarten in je deck. En tel de punten voor de voorwerpen en de artefacten op. En trek tenslotte voor elke angstkaart die je hebt een punt af. En tel alle punten op om tot je eindscore te komen. Degene met de hoogste eindscore wint de verdwenen ruïnes van Arnak. Mocht het dan nog gelijkspel zijn, dan is natuurlijk degene die als eerste tempel bereikt heeft de winnaar van het spel. Is het daarna nog gelijkspel, dan is het degene die de meeste punten op het onderzoekspoor behaald heeft. En dat is hoe je de verdwenen ruïnes van Arnak speelt. En zoals je misschien al proeft, er zijn heel veel manieren om in dit spel aan de winst te komen. He, wil je in je onderzoekspoor zoveel mogelijk punten vergaren, of wil je juist nieuwe locaties ontdekken en daarmee al die afgodsbeelden krijgen? Wil je misschien degene zijn die heel veel artefacten gaat binnenhalen en elke keer weer, als ze naar boven komen, die voordelen krijgen? En wat wat ga je spelen op die voorwerpen? Welke voorwerpen wil je hebben? Welke voorwerpen ga je gebruiken in je spel? En dat alles in maar vijf rondes. Dus heel veel vari variatie in dit spel. En mocht je dan nog meer willen, op de achterkant staat nog een ander bord met een slangentempel, waarin een ander onderzoekspoor zit en waarbij andere locaties te vinden zijn. Dus uh, dat is ook weer helemaal nieuw dan. Mocht je het spel alleen willen spelen? dan zit er ook nog een solo module in... waarin je in uh, vijf verschillende niveaus kan spelen. En mochten die vijf verschillende niveaus niet genoeg zijn... kijk dan op onze website, daar staan er nog eens vijf. En mocht dat niet genoeg zijn... dan hebben we ook nog een solo campaign voor je... waar je in vier verschillende scenario's... je progressie van spel tot spel uh, opbouwt daarin. Dus, al met al ontzettend veel plezier met... de verdwenen ruïnes van Arnak... Ik hoop dat ik je in een volgende video zie. En vond je deze video leuk? Druk dan op het duimpje omhoog. Heb je nog vragen? Vraag het dan in de comments hieronder. En wil je degene zijn die als eerste op de hoogte wordt van onze nieuwe informatie? Volg ons dan op social media. En ik hoop je snel weer te zien. Tot de volgende keer. Doei!